Hallo allemaal, welkom op mijn YouTube kanaal Sherova. Vergeet allereerst niet te abonneren op mijn kanaal en natuurlijk dit filmpje te liken. Ik ga vandaag een wat serieuzer filmpje opnemen, namelijk over zwangerschapsdiabetes. Dit is mij helaas overkomen. Ik wil jullie graag wat informatie delen daarover, hoe ik ermee omga. En mocht je niet tegen prik kunnen, bloed, sla dit filmpje dan over. Ik ga jullie meenemen naar mijn journey, hoe ik daarachter ben gekomen. En dan zal ik nu even uitleggen wat zwangerschapsdiabetes is. Nou, zwangerschapsdiabetes, dat wordt ontwikkeld in je tweede trimester. Zo rond de 20ste week van je zwangerschap. Betekent het dus dat je bloedsuikerspiegel heel snel kan stijgen als je eet. En normaal als je eet, dan wordt de insuline aangemaakt. Maar als je bloedwaardes hoog blijven, de suikers niet goed worden afgebroken, dat is blijkbaar bij mij zo, dan blijft het in een piek. En dat kan wel gevaarlijk zijn. Dan zeggen ze dat je dan zwangerschapsdiabetes hebt. Maar dat heeft ook veel al te maken met je hormonen die je lichaam aanmaakt tijdens de zwangerschap. Dus allereerst, hier in België word je in je tweede trimester, dat is ongeveer tussen 24 en 26 weken, opgeroepen om een diabetestest af te leggen. En dat bestaat uit een glucosedrankje. Dat was zo goor, ik heb nog nooit zoiets smerigs gedronken. Het is gewoon een drankje vol met suiker, super zoet. 50 milliliter, wat je eigenlijk in één keer moet drinken op een nuchtere maag. En dan moet je een uur wachten en dan gaan ze je bloed prikken om te kijken hoe je bloedwaarden dan zijn. Als je een piek hebt, dan moet je terugkomen en dan is het mogelijk dat je zwangerschapsdiabetes hebt. Dus bij mij was dat dus het geval. Ik had een lichte piek en ik dacht van, hoe kan dat nou? Want ik linkte diabetes met overgewicht, ongezonde lifestyle en hoezo overkomt mij dit en hoezo juist ik, want ik let heel erg op mijn voeding, tenminste ik ben heel erg bewust bezig met voeding en gezondheid. Dus ik was ook een beetje beledigd eigenlijk bijna dat het mij moest overkomen. Blijkbaar heeft het niks met gewoon normale diabetes type 2 te maken. Maar kan het je gewoon overkomen en heeft het vooral te maken met je hormonen tijdens de zwangerschap die je allemaal aanmaakt. Dus ik moest terug en ik moest weer bloed prikken. Weer zo'n glucosedrankje nemen, maar dit keer 75 milliliter. Ik ging gewoon bijna over mijn nek en ik moest 2 uur wachten. Na die 2 uur, mijn maag begon te rommelen en ik kon dat drankje niet binnenhouden. Dus ik moest daar naar het toilet overgeven en toen was het niet meer geldig. Dus ik zwaar balen. Dus moest ik een week later weer terugkomen. Toen moest ik het op een andere manier doen. Dus hebben ze mij zo'n koffer met een prikpen, een apparaatje die bijhoudt wat je bloedwaardes zijn, van die pinnetjes om je bloeddruppels op te vangen. En dit is zo'n prikpen en hierin moet je de naalden dus vervangen. Het zijn van die hele mini naaltjes. Eigenlijk stelt het niks voor. Hè? Het is echt zo'n mini prikje. En dan moet je een dikke druppel opvangen op zo'n op een strip. Dus dat moest ik een week lang bijhouden. 5 keer op een dag. Dus op een nuchtere maag. Na het ontbijt. Voor de lunch, na de lunch, voor het avondeten, na het avondeten en voor het slapen gaan. En dan moest ik dat dus in dit boekje
moest ik dat zo noteren. Dus na die week moest ik terugkomen bij een diëtiste. En die merkte op dat ik best wel veel pieken had in mijn bloedsuikerspiegel. Dus dat ik denk in een week misschien 3 of 4 best wel hoge waardes had. En ze wilden graag weten wat ik zo op een dag at. Dus ze hebben mijn hele eetpatroon doorlopen, wat ik drink. En eigenlijk was daar niet veel op aan te merken. Enkel dat ik de ongezonde tussendoortjes eigenlijk moet laten. En dat vond ik wel lastig. Ja, ik snack al niet heel veel, dus dat zijn mijn pleziertjes die ze me ook afnamen. Dus daar baalde ik wel heel erg van. En, maar ja, dat moest ik dus een week lang doen. Zo min mogelijk toegevoegde suikers gebruiken, snacks, eigenlijk alles wat basically ongezond was. En dan merk je echt dat bijna in alle producten die je nuttigt of als je op straat bent en je hebt honger, dat het zo moeilijk is om iets te vinden waar er geen toegevoegde suikers in zitten. Dus ik vond dat best wel een lastige week. Alsof je het voelt van straf eigenlijk. Want je wilt toch wel plezier hebben in eten en drinken. En vooral tijdens de zwangerschap heb je soms echt de behoefte naar suikers. Dat is gewoon zo. Dat heb ik dus een week lang gedaan. Mijn waarde na die week was relatief goed, was positief. Dus gelukkig hoefde ik geen insuline te spuiten. Maar wel dagelijks, dus van maandag tot en met vrijdag, 1 keer prikken. En mijn waardes dan bijhouden. En ik mag gewoon zelf kiezen op welk moment van de dag. Dus daar had ik wel gewoon de controle over. Weekend hoeft het niet. En dan moet je dan iedere week je resultaten opsturen naar het ziekenhuis. En dan krijg je daar ook feedback over. Dus tot, tot het einde van de zwangerschap moet ik dat blijven doen. En na de zwangerschap moet ik ook nog 1 keer bloed prikken om te kijken of er eventueel sprake is van echt gewoon diabetes. Want blijkbaar heb je dan verhoogd risico op diabetes type 2 en je kindje ook. Ik zal ook nog even de oorzaken vertellen over de zwangerschapdiabetes. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je al te maken hebt met diabetes type 2, dat je overgewicht hebt, dat het bijvoorbeeld in je familie voorkomt, dat je wat ouder bent, dat je voorgeschiedenis hebt met diabetes, als je kindje te groot is, dus dat is zo bijna richting 4 kilo, als je een verhoogde bloeddruk hebt. En ze zeggen ook dat het te maken kan hebben met je etnische achtergrond. Dus als je uit het Midden-Oosten komt, Afrika, dat je dan ook een verhoogd risico hebt op zwangerschapsdiabetes. En wat de gevolgen kunnen zijn van zwangerschapsdiabetes is dan weer dat je bijvoorbeeld heel veel kilo's aankomt tijdens je zwangerschap. Dat je kindje te zwaar is en dat wil zeggen zo richting de 4 kilo. Als je eerder een kind hebt gekregen die te zwaar was. Als je veel moet plassen. Als je heel erg vermoeid bent. Dus al die symptomen, daar kon ik me niet in herkennen. Want ik had gedurende de zwangerschap relatief veel energie. Ik was zo aan het sporten. Mijn kindje is altijd goed op gewicht geweest. Nooit te zwaar of te groot. En dat vond ik ook al vreemd. En ze zeggen ook dat je dan sneller medisch wordt als je zwangerschapsdiabetes hebt. Ja, ik zal zeggen, trek het je niet te veel aan. Ik heb het ook gewoon losgelaten. Probeer een manier te vinden om ermee om te gaan. Blijf ook gewoon gezond eten, bewust eten, gebalanceerd eten. En natuurlijk mag je ook wel eens zondigen. Het moet geen straf zijn, maar doe het niet te veel. Alles waar te voor staat is natuurlijk niet goed. Blijf goed voor jezelf zorgen. En als het goed is na je zwangerschap, dan is het gewoon voorbij. Ja, zo dramatisch is het eigenlijk niet. En dan laat ik nu zien hoe het prikken in zijn werking gaat. Dus ik moet dagelijks 1 keer in de week prikken. De bedoeling is dat je
na iedere maaltijd, dus een uur na iedere maaltijd, mag je bloedsuikerwaarde niet hoger zijn dan 140 milligram. En na 2 uur ook niet hoger zijn dan 120 milligram. Dus we gaan het zien. Ik heb een uur geleden 2 chocoladekoekjes en een nectarine gegeten. En dan ga ik even kijken wat het apparaatje zegt. Nou, dit is het hoesje, de koffer. Hier zitten de naalden in. Het is een mini naaldje. Dit is de prikpen. Er zit al een naaldje in. Maar zo om de 2 dagen moet je hem verwisselen. Heel simpel. Je stopt dit erin. Je haalt de bovenkant eraf. En dan stop je hem hier aan de bovenkant erin. Doe je dat dopje erop. En je kan hem instellen. Je ziet allemaal cijfers. Er staat op 4. Dus dan kan je hem instellen hoe hard je geprikt wilt worden of niet. Ik heb hem op 4. Dus dan is het op zich wel oké. Dat is niet een intense prikgevoel. Hier zitten de teststrips in. Deze krijg je allemaal van het ziekenhuis gratis mee. En dit is het glucoseapparaatje die je waardes bijhoudt. Of je op de goede weg zit of niet. Oké. Je haalt het stripje eruit. Je ziet hier een lijn. En je moet een druppel bloed moet je dus hierop opvangen. Hier heb je 2 van die lipjes. Die stop je in het apparaatje. En dan gaat het apparaatje aan. Dan staat er een goedenavond. Breng maar een druppel bloed aan. Dan schuif je dit naar beneden. Dan hoor je klik. Moet je even je vingertop aandrukken. Je kan kiezen welke vingertop. De ene keer doe je je wijsvinger, andere keer doe je je middelvinger bijvoorbeeld. Dan wordt het niet beurs. Meestal doe ik mijn middelvinger, omdat daar veel bloed van afkomt. En dan leg je hem tegen het apparaatje aan door je klik. Klik. En dan komt er bloed uit. Dat druppeltje vang je op die teststrip. En kleurt het helemaal rood. Dan is het apparaatje aan het zoeken. En mijn resultaat zegt 97. Dat is perfect. Dan schrijf je je resultaten op in dit boekje. Stripje haal je uit het apparaat. That's it. Ik wil jullie nog even laten zien hoe mijn belly eruit ziet. Ik ben vandaag precies 38 weken. Tot nu toe ongeveer 14, 15 kilo aangekomen. Met mijn BMI was een beetje aan de lage kant vrij oké. Dit is hem. Hij is enorm gegroeid. Hij is ook echt aan het indalen. Eerst zat hij hoog en nu is hij echt naar beneden gezakt. Ik kan ook echt de vuist tussen mijn borst en mijn buik zetten. Dit is hem. Nou, dit was het dan. Ik hoop dat ik jullie wat informatie heb kunnen geven. En dat jullie wat hebben geleerd. En mochten er nog vragen zijn, laat het natuurlijk weten in de comments. Vergeet niet te abonneren en te liken. En dan zie ik jullie bij het volgende filmpje.